Goedendag iedereen, te Hulst, april 2023. Nog even een update over het winkelcentrum hier in Hulst en ook de aansluitende winkels. Ik start even via dit punt. Dus je mooi zicht natuurlijk op de binnenstad. Ja, al het winkelcentrum in beeld, maar even belangrijk ook opnieuw. De Action hier aan de linkerkant. Even de parking. Ja, het is momenteel nog geen 9 uur. Hier gaan de winkels open vanaf 8 uur, bijvoorbeeld de Action om 8:30. Maar bon, het is wel interessant. Je kan al komen vanaf 8 uur. Ik zeg, supermarkten zijn open, dus bijzonder interessant. Dus hier een beeld op de Action. Ja, het is 9 uur. En dan direct hier het overzicht van het winkelcentrum op zichzelf. Dus de supermarkten hier. Aldi in de hoek, Albert Heijn XL, dan de Jumbo, de Jysk, de Karwei Bouwmarkt, ook bijzonder groot. Dan hier de Boerenbond Pets Place en dan het winkelcentrum Stationsplein met verschillende handelszaken hier. Zoals de Fibra, de Kruidvat, kapperszaken, opticien, kledingwinkels. Dus er is van alles. Ook te zien op een aparte video, een rondleiding in dit winkelcentrum. Dus de toegang via het brugje hier kan, via het Michelstadspad voor de mensen die komen met de lijnbus. Dus afstappen naar Hulst busstation, dan hier de route van het Michelstadspad, kom je hier en heb je dus je aansluiting. Ja, er is al veel volk, want ik zeg nogmaals, de winkel is al open vanaf 8 uur. En zijn winkels die open zijn tot 22 uur, zoals de Albert Heijn XL. Dus je kan de volledige dag, en dit is 7 op 7, komen boodschappen doen hier. Even verder dan het winkelcentrum heb je daar ook twee carwashen en dan ook enkele zaken hier aan de rechterkant, waaronder ook een bedrijf voor satelliet, dus voor satelliet TV. En dan terug de aansluiting met de N290. Dus van dit punt heb je nog 4 kilometer naar de Belgische grens. Snelle verbinding. Ik zeg hier zo'n punt op naar links. Komt dan direct aan de Kapellebrug met verbinding Stekenen of Sint-Gilles-Waas. Ik zeg, de ligging is echt perfect hier. Het is een snelle verbinding. Snel toegankelijk voor... komt uit Vlaanderen. Ja, hier even verder heb je dan ook nog van die handelszaken. Keukenwinkels, groot formaat. Dan ook die bekende meubelzaak daar. Dus er is heel wat. Natuurlijk, het winkelcentrum met de supermarkten blijft een aantrekkingspunt om je boodschappen te doen. Er zijn altijd wel voordelen en blijft dus bijzonder aantrekkelijk. Hè?
Dus een dag shoppen met de lijnbus. Het kost niet duur. Voor Nederland is het hetzelfde tarief zoals in Vlaanderen. 1,7 euro voor je enkele reis, dus 3,4 euro. En je bent in Nederland. Je hebt een volledige excursie. Hè? Dus wel fantastisch aan dit tarief. En het is wel de moeite. Hè? Het is wel een feit, ook de binnenstad, de Gentse straat en zo. Zo, ik vond het nog even interessant dit te delen hier. Ik zou zeggen tot meer updates.